Het televisieprogramma Opsporing Verzocht zal komende dinsdagavond speciale aandacht besteden aan de recente schietpartij in Amsterdam, waarbij de 26-jarige Dansel Silos, beter bekend als rapper goo van de rapformatie Zone 6, om het leven kwam. Dit meldt de politie, die aangeeft dat het onderzoek nog in volle gang is en er nog geen verdachten zijn aangehouden. De tragische gebeurtenis vond afgelopen zondag plaats, even voor 5.30 uur, uur, op een bedrijventerrein nabij het station Sloterdijk. De politiewoordvoerster geeft aan dat er in ieder geval een getuigenoproep zal worden gedaan tijdens de uitzending op NPO 2. Of er ook beeldmateriaal getoond zal worden, is nog niet bevestigd. Opmerkelijk is dat Bichidahou eerder in augustus 2020 als slachtoffer was van een schietpartij in de rivierenbuurt, waarbij hij eveneens gewond raakte. Deze tragische geschiedenis voegt een extra laag van complexiteit toe aan het onderzoek en roept vragen op over mogelijke verbanden. De autoriteiten doen een beroep op het publiek om informatie te verstrekken die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak. Opsporing verzocht speelt hierin een cruciale rol door aandacht te besteden aan het incident en het publiek te betrekken bij het verzamelen van relevante informatie. De uitzending op NPO 2 zal mogelijk nieuwe inzichten bieden in de schietpartij en hopelijk leiden tot aanwijzingen die het onderzoek vooruit kunnen helpen. Tot op heden blijft de identiteit van de dader of daders onbekend. Waardoor het noodzakelijk is dat het publiek waakzaam blijft en samenwerkt met de autoriteiten om rechtvaardigheid te laten zegenvieren.